Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar het HAVO-examen van 2019. Dit is de vierde opgave, die gaat over solar fuels. En je kunt dit examen downloaden op chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. Wetenschappers onderzoeken manieren om zonne-energie op te slaan in de vorm van brandstoffen, zogenoemde solar fuels. De eerste stap daartoe is zonne-energie gebruiken om water om te zetten in waterstof en zuurstof. In de volgende stap moet men de gewonnen waterstof laten reageren met koolstofdioxide tot een koolstofhoudende brandstof. Dit proces komt in feite neer op het nabootsen van de natuurlijke fotosynthese die plaatsvindt in planten. Geef de naam van de koolstofhoudende brandstof die bij natuurlijke fotosynthese gevormd wordt. Nou, die vraag die wist je wel, hè? Glucose. Gaan we naar vraag 19. Veel onderzoek richt zich op het vinden van goede en goedkope katalysatoren om water te ontleden tot waterstof en zuurstof. Op de uitwerkbijlage is in diagram 1 het energiediagram van de ontleding van water met katalysator onvolledig weergegeven. Het energieniveau van de reactieproducten ontbreekt. Daarnaast is in diagram 2 het energiediagram van de ontleding van water zonder katalysator onvolledig weergegeven. In diagram 2 ontbreken het energieniveau van de geactiveerde toestand en het energieniveau van de reactieproducten. Beide diagrammen zijn op dezelfde schaal weergegeven. Laat zien welke invloed de katalysator heeft op de ontleding van water door op de uitwerkbijlagen in beide energiediagrammen de ontbrekende energieniveaus met bijbehorende bijschriften te tekenen. Nou, eens even kijken hoe dat eruit ziet. Hier zien we die twee energiediagrammen. Hier met geactiveerde toestand, hier zonder. En we moeten het niveau van de producten erin tekenen, van waterstof en zuurstof. Nou, gebruiken ze zonne-energie om het water te ontleden. Dus gebruik van energie, je moet er energie in stoppen, dus het is een endotherme reactie. Dus het niveau van de producten moet hoger liggen dan het niveau van de beginstoffen. Dus waterstof en zuurstof moet hoger liggen dan water. Dit is met katalysator. En wat doet een katalysator ook alweer? Oh ja, die verlaagt de geactiveerde toestand. Dus in het rechterdiagram moet ik het eindniveau op dezelfde hoogte tekenen. Dus ook hier ligt waterstof en zuurstof hoger dan water en het eindniveau moet op dezelfde niveau liggen als in diagram 1. Alleen zonder katalysator is de geactiveerde toestand hoger. Dus je moet nu de geactiveerde toestand hoger tekenen dan in diagram 1. In het linker diagram. Oké, kunnen we naar vraag 20. In onderstaand tekstfragment is een beschrijving gegeven van een onderzoek naar een geschikte katalysator. Dit onderzoek richt zich op een zogenoemde kunstmatig plantenbed. Nou, laten we maar eens even lezen in het tekstfragment. Het kunstmatig plantenbed, figuur 1 en 2, bestaat uit silicium met aan de zonkant een kobaltkatalysator. Die is bevestigd op een laagje ITO. Een legering van onder andere indium en tin. Hier wordt H2O omgezet tot O2, H+ ionen en elektronen. De elektronen verplaatsen zich door het silicium en aan de andere kant zit een NiMoZn katalysator bevestigd aan een laagje RVS. Daar wordt H+ omgezet tot waterstof. En dat zien we hier in figuur 1, hier aan de zonlichtkant. Daar heb je dat ITO zitten, de katalysator. En hier gaat het water reageren tot zuurstof, H+ en elektronen. De elektronen gaan door het silicium heen en hier met die andere katalysator wordt er H2 gevormd. En dan zien we hier het tweede deel van het tekstfragment. Als het kunstmatige plantenbed in een bak water wordt gezet en zonlicht op het blad valt, borrelen aan de zonkant zuurstofbelletjes en aan de andere kant waterstofbelletjes omhoog. Zie je hier in figuur 2. Dus hier gaat het zonlicht erin en aan de zonkant zie je belletjes zuurstof en aan de andere kant zie je waterstof ontstaan.
Door de vaste stof ITO is een geleider. De vaste stof ITO is een geleider en kan bijvoorbeeld worden gemaakt door 90 gram IN2O3 met 10 gram SNO2 te laten reageren. De stof ITO die daarbij ontstaat is op te vatten als een legering van indium en tin, waarbij in het rooster zuurstofmoleculen zijn ingebouwd. Vraag 20. Bereken de molverhouding indium en tin in ITO. Noteer de uitkomst van je berekening als volgt. Indium staat tot tin is puntje, 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 staat tot 1. Gebruik de volgende gegevens. Nou, we hebben de molaire massa's van indiumoxide en van tin-4-oxide. En alle atomen die uit die stoffen komen, uit die 10 gram en 90 gram, die komen in ITO terecht. Nou, we moeten dus de molverhouding van de indiumatomen en tinatomen nemen. Dus we beginnen met dat IN2O3. En daarvan weten we de massa, namelijk 90 gram. En met de molaire massa, die is gegeven in de opgave, 277,6 gram per mol, kun je dan het aantal mol berekenen. Moet je de massa delen door de molaire massa, dus 90 moet je delen door 277,6. En dan kom je uit op 0,324 mol. 0,324 mol. Maar wij wilden niet weten hoeveel indiumoxide, we wilden weten hoeveel indiumatomen. Nou, als je 0,324 mol IN2O3 hebt, dan heb je van de indiumatomen twee keer zoveel, hè? 1 staat op 2. 0,324 maal 2 is 0,65 mol. Oké, hetzelfde gaan we doen voor SNO2. We weten de massa, namelijk 10 gram. En de molaire massa, namelijk 150,7 gram per mol. Nou, dan berekenen we de chemische hoeveelheid. Massa delen door de molaire massa. 10 delen door 150,7. En dan komen we uit op 0,066 mol. Nou, hoeveel SN-deeltjes zitten daar dan in? Nou, dat is 1 staat het 1, hè? Dus ook 0,066 mol. Noteer je antwoord als volgt. IN staat tot SN is als puntje, 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 staat tot 1,0. Dus je wil van die 0,066 naar 1, dus dan moet je delen door 0,066. Dan moet je deze hoeveelheid ook delen door 0,066. En dan kom je uit op 9,8. Dus het antwoord is 9,8 staat tot 1. Gaan we naar vraag 21. Geef de naam van het bindingstype dat aanwezig is in ITO en de naam van het soort deeltjes dat voor de elektrische stroomgeleiding in ITO zorgt. Noteer je antwoord als volgt. Dan moet je het dus ook zo opschrijven, hè? Dus bindingstype, dubbele punt. Nou, er stond in, even terug naar de tekst, hier, de stof ITO die daarbij ontstaat is op te vatten als een legering van indium en tin. En een legering is een mengsel van metalen. Dat betekent dus dat we hier te maken hebben met metalen en de bindingstype tussen de metaalatomen. Dat is de metaalbinding. En het soort deeltjes dat die metaalbinding verzorgt, dat zijn de vrije elektronen. Geef met behulp van de vergelijkingen van de halfreacties in figuur 1 de vergelijking van de totale reactie die plaatsvindt in het kunstmatige plantenbed. Dan zien we hier nog een keer die figuur en dan zie je aan de linkerkant dat we daar de halfreactie hebben. H2H2O wordt O2 plus 4H plus 4 elektronen. Nou, aan de andere kant van figuur 1, daar zien we dat H2H plus met 2 elektronen gaat reageren tot waterstof. Nou, dat moet je optellen. Moet je wel zorgen dat die elektronen gelijk zijn, hè? Dus die onderste, die doe je keer 2 en die bovenste keer 1. Dan krijg je dus 2H2O plus 2 keer 2
is 4H+. En dat wordt dan O2 plus 4H+ plus 2H2. Pas op, dan ben je nog niet klaar. Want als je kunt vereenvoudigen, moet je dat doen, hè. Dus die H+'en die kun je wegstrepen. Dus het uiteindelijke antwoord is 2H2O wordt O2 plus 2H2. Oftewel de ontleding van water. Oké, gaan we naar vraag 23. Een van de solar fuels die uit waterstof en koolstofdioxide kan worden gemaakt is propaan-2-ol. Geef de structuurformule van propaan-2-ol. Nou, drie koolstofatomen dus. Prop betekent drie koolstofatomen met op plaats 2 een OH-groep. Dus ik teken hier allemaal haartjes. En op plaats 2 teken ik de OH-groep. En daar wil ik je even ergens op wijzen. Daar wordt streng op gecontroleerd door de correctoren. Dit wordt fout gerekend. Want het is de O die vastzit aan die C. Dus teken de O onder het streepje en de H ernaast. Let hierop. Ja, let hierop. Oké, gaan we naar vraag 24. Door gebruik te maken van micro-organismen is men in staat om propaan-2-ol te produceren volgens de volgende reactie. Dan zie je dat het waterstof wat dus net ontstaan is met CO2 wordt omgezet tot dat propaan-2-ol en water. En wij moeten de atoomeconomie voor deze reactie berekenen. Nou, bij de atoomeconomie moet je de massa van de beginstoffen en de massa van het gewenste product met elkaar vergelijken. Je wil hier propaan-2-ol maken, dus dat is het gewenste product. Dus de massa van de beginstoffen. En die vergelijking voor de atoomeconomie die vind je in de BINAS. Hè? De massa van de beginstoffen, nou dan doe je dus 9 keer de massa van waterstof, dat is 2,016, hè, 2 keer 1,008, plus 3 keer de massa van CO2, dus 44,01. En dan kom je uit op een totale massa van beginstoffen van 150,174 U. En nou, dan gaan we vergelijken met de massa van het gewenste product. Dus niet van het reactieproduct, want water is ook een reactieproduct, maar het gewenste product wat je wilt maken. En dat is hier dus dat propaan-2-ol en dat heeft een massa van 60,094 U. Nou, dan kun je de atoomeconomie berekenen. Dat is hoeveel atomen er efficiënt gebruikt zijn, dus om het product te vormen. Het percentage, het massapercentage van de atomen die in het product terechtgekomen zijn. Nou, dan moet ik dus 160 delen door 150,174. 160 massa-eenheden is in het product terechtgekomen en waren er 150 U aan beginstoffen. Keer 100% en dan kom je uit op 40,02%. Nou, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze opgave. Wil je dit examen nou downloaden of andere examens? Kijk op chemia.nl, daar vind je allemaal oude examens. En een heleboel zijn uitgewerkt in video's zoals deze. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.